Hallo allemaal, nieuwe video. Zeg weer hallo allemaal. Vandaag, ja, dus opzet. Vandaag. Gaan we dus zeg maar een, ja, soort roleplay, wat is het? Meer een verhaal of zoiets, toch? Mhm. En dan doen we zeg maar wat. Ja, neem niet, zeg maar, als wij per ongeluk wat zeggen over iets, neem nooit serieus. Dus dat. Laten we beginnen. Hey. Oké. Nou, even kijken op de manier op wie ik mag rijden over een uur. Even kijken daar. Ik mag op. Staat daar? Black. Hey, ik mag op Black. Wat leuk. Ook ziet een meisje rijden. Oh, ik moet kijken. Mooi, ik vind het echt mooi. Meisje? Ja? Is die paard van jou? Ja. Oh, leuk. Ja, ik heb geen eigen paard. Helaas. Oh. Maar dat wil ik wel heel graag. En ik zit nog maar net op paardrijden. Ja. Dus dat. Maar je kan echt heel goed rijden. Dank je. Eventjes die plukjes vindt hoor. Yes. En hoe heet je? Ik? Ja. Emma. Een leuke naam. Ja, ik heet Roos. Ja. Kijk, weet je, met de les is altijd zo stom. Ik moet altijd op Black. Ja. Dit keer weer. Dat is echt saai. Ja. Omdat ik niet zo goed ben. Ja, zet me dan op een. Zeg maar wat. Wat. Een pony wat vaak bokt of zoiets irritant is. Omdat ben ik beter in ruiten op een gegeven moment. Ja. Dan leer ik beter. Je moet ook als eerst op wat makkelijkere ponies rijden en daarna pas op wat lastigere. Ja. Want dan kan je ook steeds beter leren rijden op de pony die jou ook echt begrijpt. En ook echt dat jullie samen leren. Ja. Wat wel zo is, ik zat een keer ja, op paardrijden of zoiets, maar dat was toen ik 1 was. Dus daarom. Ik heb deze al sinds dat ik 15 was. Echt? Hoe oud ben je nu dan? 22. Alleen. Ik ben 23. Leuk. Ik heb hem nu dus 7 jaar. Maar toen ik hem kreeg, toen was hij nog een veulentje. Schattig. Maar ik ga weer verder. Oké. En zo was dus de ontmoeting tussen Emma en Roos. Het was al bijna haar springles. Nee, ik bedoel gewoon een les. Dus ze was heel erg benieuwd hoe die les ging. En wat ze zei. Was, ja. Geef niet. Dat. Kom maar. Oh ja, ik heb nu een les. Maar dat heb ik. Ja, hier volgens mij. Hier heb ik een les. Ik wil wel eens voor je filmen. Oké. Okay. Lekker getraind, hè? Maar weet je wat het is? Ik mag meestal meespringen in de lessen. Dus
Dit kan ik ook niet. Kijk, voor nek zit ik wel op pony. Een paard. Zo. Je mag er allemaal stappen. Ja, ik breng je een beetje van de vinger. Nou, kom op, stroompaard. Klaar. Oké, dan mogen jullie aandragen. Mevrouw? Ja? Zal ik anders ook les overnemen? Ja, prima. Dan kan ik even les nemen. Wil je anders wisselen voor paard? Prima. Maar ik wist het. Les is een beetje te makkelijk voor jou. Ik breng hem wel zo snel. Dat is bijna de moeilijkste.